dat leeg rondleiden, dat is een keer in de middag zo, 11 uur tot 1 uur ongeveer, dan is hij wel eens leeg. Maar in de ochtendspits en in de avondspits is hij heel vaak vol. Onze lijn moet zelfs met een versterkingsbus rijden, omdat de passagiers er niet allemaal in kunnen. Het is al jaren zo, we hebben bij onze lijn, die rijdt van Zelhem via Varsseveld-Dinxperlo naar Aalten en terug, hebben wij 2000 passagiers per maand gemiddeld over het jaar heen. En de minimum eis van de provincie is 600. Dus daar zitten we ruim boven en ik heb ook geen reden om te veronderstellen dat het erg gaat dalen. Kunnen de veranderingen een uitdaging zijn om nieuwe concepten te ontwikkelen? Dat denk ik zeker. Je ziet heel veel taxis die 's ochtends vanuit de Achterhoek naar Arnhem rijden. Met scholieren die in speciaal soorten onderwijs zitten daar. En die taxis rijden 's ochtends een keer en die rijden 's middags een keer. En in mijn beeld zou het zo kunnen zijn dat je dat kunt combineren met de regiotaxi. De regiotaxi begint nu om 7 uur 's morgens, maar als je die om 9 uur of 9:30 laat beginnen, kun je dezelfde busjes en personeel gebruiken voor beide vormen van vervoer, denk ik. Wat moet er volgens u gebeuren om het OV in de Achterhoek te verbeteren? Nou, een hele grote verbetering die nodig is, dat is dubbelspoor. Er wordt over dubbelspoor al jaren gesproken, maar dan roept iedereen tot Winterswijk, dat is helemaal niet nodig. Als er een stukje dubbelspoor nog bij komt tot Wehl, want tot die dam is al gepland, dat komt er. En nu nog van die dam naar Wehl. Als dat er ligt, kun je sneltreinen laten rijden vanuit de Achterhoek naar Arnhem. En dat betekent vanaf Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Terborg, dat je dan een kwartier sneller in Arnhem kunt zijn. En dat is denk ik een hele grote stimulans, want daar kun je dan met de auto niet meer tegenop wat tijd betreft.